We zijn de verrichtingen meten van de rioolsleuf. De verrichting voldoet in ieder geval aan de waarde. We kunnen nu een ticket aanmaken op onze tekening. We maken meteen een foto van de locatie met een huis op de achtergrond. Dat we altijd weten ter hoogte van waar we hem gemeten hebben. We kunnen hem gereed melden en opslaan. En nu is het ticket toegevoegd op de tekening en is de registratie vastgelegd. We zijn nu de put op maat te maken voor de aansluiting van het bestaand riool. Dan kunnen we het oude riool aansluiten op het nieuwe riool. Tevens zijn we een overstortriool aan het maken voor het regenwater, het overtollige regenwater in de wijk. Dat er dadelijk hier in de wadi achter ons uit kan stromen. Met Edcontrols proberen wij registraties vast te leggen. Registraties in de vorm van de huisafsluitingen die we overnemen van de mensen. Dus van de woning tot aan het riool. We kunnen daarmee met foto's en met registraties aantonen dat we hem ook daadwerkelijk gemaakt hebben en hoe dat hierbij ligt. En we gebruiken hem op de registraties om te laten zien hoe dat we de kolk hebben aangesloten hier in het werk. Tevens kunnen we daar ook bijzetten hoeveel PVC we gebruikt hebben en die verwerken we dan weer in een lijstje zodat we alle gegevens over kunnen dragen aan de gemeente. Vroeger werkten we met losse blaadjes. Een blaadje werd nat, een blaadje werd vies. Tevens kregen we van iedereen foto's doorgestuurd en die moesten we later gaan sorteren. Bij Edcontrols is het voordeel eigenlijk dat we hem gewoon bij de locatie zelf zeg maar, aan kunnen klikken en je hebt meteen een goede foto. Het ligt vast en je kunt ook heel makkelijk iets terugvinden als je een keer iets moet hebben. Stel een huisafsluiting loopt niet goed weg bij mensen klagen erover. Je hoeft de huisnummer maar aan te klikken en je kunt meteen zien aan de foto's laten zien van we hebben hem goed gemaakt. Ja, mij bevalt prima.